zien als Universiteit Utrecht steeds meer diensten naar de cloud verdwijnen. En dat sturen we ook bewust. En in sommige gevallen is het nuttig of nodig om op die netwerkverbinding ook bepaalde controle te hebben. Bijvoorbeeld voor de capaciteit of de beveiliging. En daar biedt de multi-service-poort van ServNet 7 een hoop flexibiliteit om verschillende datacenters te bereiken, zodat we een goede keuze hebben daarin. Het University College Roosevelt in Middelburg is een onderdeel van de Universiteit Utrecht, maar natuurlijk best wel ver weg. Voor een aantal applicaties, bijvoorbeeld personeelsadministratie, maken zij gebruik van onze diensten. En dan heeft security bepaald dat sommige dingen in die applicatie alleen mogen van binnen ons netwerk. En met die multi-service port lukt het ons om het University College in Middelburg onderdeel van ons netwerk te laten zijn. De mogelijkheid om te kiezen uit verschillende cloudleveranciers die allemaal via Netalite zijn aangesloten, betekent dat wij meer keuze hebben, dus beter kunnen onderhandelen en minder gevaar van vendor lock-in op dat gebied. Wij verwachten dat we met de multi-service port van ServNet 7 snel verbindingen kunnen maken naar de locaties waar we dat nodig hebben. Dat we die snel kunnen uitbreiden als dat nodig is, of inkrimpen, wat natuurlijk ook voor kan komen. En makkelijk kunnen afbreken. En zoals het er nu uitziet, kan dat tegen veel lagere kosten dan we anders zouden moeten maken. En dat is natuurlijk altijd prettig.